Hoi allemaal, welkom bij het kanaal van GTD CNCC. Ik heb gisteren een nieuwe comics gekocht bij de Jendor. En dat zijn deze. Laten we even kijken. De eerste, dat is een Doom Duck wekelijks magazine nummertje 4 uit 2024. En dag bij Duck krijg ik weer te maken met zwarte magica. Altijd wel leuke strips om te lezen. Dan heb ik hier nog een Lego magazine, nummertje 1 van 2024. En hier zit ook weer een leuk verhaal in. Over een bouwmannetje. En hier krijg je ook weer een bouwpakketje bij. Van een bouwkrantje hier, wat je hier om elkaar kan zetten. Altijd wel leuk. Dan heb ik hier nog wat comics van Jendor. De eerste, dat is een Toon van Driel comic. En die heet De Nakomertjes. Nooit meer uitslapen. Ik heb van deze strip als nooit gehoord. Maar het ziet er leuk uit. Het is een beetje in de stijl van de Stamgasten. Echt heel grappig. En Toon van Driel is echt een van mijn favoriete striptekenaars die er ooit bestaan heeft. Dan heb ik hier nog eentje van Toon van Driel. En dat zijn die heet dan de Kanjers. Met een leuke titel. Hi-ha hondenkul. Grappig. Het is een beetje in de stijl van FC Knudde, schuinstreep, de Stamgasten. Stomme verhalen. Echt heel grappig. Zoals je echt gewend bent van Toon van Driel. Dan heb ik hier nog een boek. Dat heet Kazungo. En dat is dan deeltje 2. En die heet dan Agran. En deze is dan uitgebracht door Aboris. Dit is een beetje een stijl van een soort manga-achtige strip. Science fiction. Ik vind de tekeningen er heel mooi uitzien. En het verhaal. Want het gaat over Otterplaneet Kazundu. Wordt weliswaar vanuit de ruimte in de gaten gehouden door een intergalactische consortium. Maar voor de rest van de bewoners is het zelfs maar uitzoeken. En het leven is geen pretje. Nou, laat me een leuke strip van deze. Dan heb ik hier nog Marvel Comics. Dit is wel een hele leuke. En dit was echt een aanrader van sommigen van jullie van de community om te lezen. Dit is Marvel Miauw. Allemaal verschillende verhalen over katten of met huisdieren. Ziet er ook al heel mooi uit getekend. En dit zijn de personages die erin voorkomen. Leuk. Leuke verhaaltjes, alleen groen een beetje getekend, haast geen tekst erin, maar het ziet er toch grappig uit. Marvel Miauw. Dan heb ik hier nog een Festival Edition van Marvel Superheroes Secret Wars, deeltje 1, van de Limit serie. Dat is heel tof. Dan heb ik hier nog een Avengers Twilight. Dat is een nieuwe comic. Een miniserie. En deze is dan gemaakt door de schrijvers en tekenaar Chip Zdarsky. Die ook wel Spider-Man getekend heeft. Ook om goede tekeningen. Verhaal. Weet ik niet waar het echt overheen gaat. Ik ben benieuwd. Dan heb ik hier nog een Amazing Spider-Man. The Gang War. Nummer 42. The Rise of the Powers of X. Van The Fall of Mutants. Nummer 1.
van X-Men. En nu krijgen we dan weer te maken met Nimrod die weer terugkomt. En ons allerlaatste, de normale X-Men, nummertje 30. Nou, dat zijn weer genoeg comics om te lezen dit weekend. De groetjes. Oh, vergeet niet te liken deze video. En abonneer even op het kanaal. De groetjes, doei.